Wat zou je doen in dit geval? Wat zou je als scheidsrechter hiervan zeggen? Van deze, let op, hè. Let op die man. Oh. Kan je daar nog wat van maken? Of, Ja. Hier is Bas, ja? Ja. Ja, dat zou ik wel even de andere kant op kijken, ja. Ja. Nou, het wordt wel veel leuker in het stadion als ik het zo hoor. Hè? Maar of ze het allemaal kunnen, dat weet ik niet, hoor. Jawel, joh, kan Hiegler dat ook, denk je, Hiegler? Ja, Hiegler kan dat. Hiegler kan dat, ja? Kan het wel. Of misschien een snabbel voor jou. Hè? Om die gasten dat een beetje... Ja. Wijs te maken. Wat ja, ze moeten misschien roepen. Jij is mediatraining. Ja. Mediatrainer. Ja. Ja. Spreken in het openbaar. Hier is Bas. Ja. Moet je nou, voorstellen Bas. Dat ze in één keer zeggen bij de KNVB... Ja, vanmorgen hebben jullie mediatraining van Wilfred Genee. Ja. Als je alles... Komt, staat hij er zo slecht op bij de KNVB dan? Nou, ik heb niet het idee dat ze het hek open doen als hij binnenkomt. Gek is dat toch? Ik snap er helemaal niks van. Nee, dat maar nou het is ook wel geen toeval dat Bas wel eens hier zit... en alleen nog maar klote wedstrijden mag fluiten. Oh, oh, ja, ja. Oh. Dit weekend wel even een wedstrijdje waar het om gaat weer, hè? Nou? En mijn Fortuna. Oh, pak hem even mee. Ja, nee. Het is, maar iedereen zegt al tegen mij van... ja, maar dat zijn wedstrijden, je moet de top 3 fluiten. Maar je weet zelf, onderin, het is echt super spannend. Dus het is veel belangrijk voor die clubs om... Spreek jij jezelf maar moed in. Ja. Ja. Dank je wel. Goed, misschien is nu tijd dat het op jou gaat. Ja. Ja, het is eindelijk zover. Hij is er. Heeft even geduurd, maar we hebben hem, hoor. De app. Voor meer leuke video's en het laatste voetbalnieuws, download hem dus, de Veronica Insight app. Hij is recht nu. Echt waar.